Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast. Dit is een speciale editie, want het MBO Onderwijs staat centraal. We gaan uit de studio en naar de werkomgeving van studenten, scholen en werkveld. En vandaag zijn we te gast bij het ROC van Twente in Hengelo. En deze podcast is ontwikkeld in samenwerking met Metis Onderwijsadvies en platform MBO Digitaal. Dat is een platform van de MBO-raad met onder andere banden met Kennisnet en Surf. En als je meer informatie over wil weten, check dan zeker even www.mbodigitaal.nl. Nou, we maken vandaag een drieluik serie rondom het thema digitaal burgerschap of digitalisering en burgerschap. En we stellen ons vragen als: hoe ga je nou als beroepsomleiding om met digitalisering? Welke relaties zijn te leggen tussen burgerschap en digitalisering? En hoe komt die fysieke wereld en die digitale wereld nou bij elkaar? En welke invloed heeft dat ook op het werkveld en op de professionalisering van docenten? In de podcast 2 hebben we bijvoorbeeld met een collega van het werkveld gesproken over hoe we eigenlijk als mbo-instelling ook een soort kenniscentrum moeten worden van professionalisering van docenten, maar ook wel van studenten en het werkveld. En de hoofdvraag in deze podcast is: hoe komen digitalisering en burgerschap elkaar tegen? Daar gaan we het in deze podcast over hebben. En dat gaan we doen met drie gasten. Zoals altijd Remco, mijn vertrouwde sidekick. Die hoef ik eigenlijk niet meer te introduceren, maar toch even. En ik heb drie gasten. Jaap van Gils, aanvoerder van de werkgroep Digitaal Burgerschap, docent ICT bij Techniek College Rotterdam. Jan Faber aan de overzijde was eerder sportdocent, docent en sportdocent. En teamleider bij het Deltion College, is daarna gaan werken bij de MBO-raad. Eerst in het domein vitaliteit, gevolgd door een bredere burgerschapsopdracht voor het kennispunt MBO Burgerschap. En je bent ook MT-lid bij de MBO-raad en betrokken bij de beleidsontwikkelingen in de sector. Leuk dat je aan tafel zit. Dankjewel. En Jeroen, jij was ook bij de eerste podcast aan tafel. Je maakt onder andere deel uit van het landelijk kernteam Digitaal Burgerschap, dat voor bibliotheken een programmalijn Digitaal Burgerschap ontwikkelt. En daarnaast ben jij ook sinds januari werkzaam bij Friespoort als projectleider Digitaal Burgerschap. Klopt nog steeds. Eerder een keer geweest om het over digitalisering te hebben in de klas, was dat overigens. Nou, we gaan het hebben over burgerschap, digitalisering. Toch even een scherpe noot. Als ik nou eens wel de kranten lees, dan is soms de stand van zaken toch ook wel een beetje uitdagend. Hè? Jongeren stemmen minder bijvoorbeeld. In de politiek is er niet altijd een voorbeeldfunctie meer. Hè? Dat hoor je dan vaak. Het vertrouwen in de politiek is ook laag. Is dat een reden geweest om ook burgerschap meer in het hart van het onderwijs te plaatsen, Jaap? Hoe kijk jij daarnaar? Ja, hoe kijk ik daarnaar? Ik denk dat er natuurlijk allemaal best wel incidenten zijn waar graag antwoord op moet worden gevonden. Van waar gaan we dat even oplossen? Dus in die zin komt het denk ik wel regelmatig voorbij. Maar wat mij betreft is dat niet de insteek waar we vanuit het MBO mee aan de slag moeten. Nee. Maar uiteraard is dat wel een makkelijk bruggetje. Dat lossen we wel met burgerschapsonderwijs op. Ja. Maar zou het een te eenzijdige redenering zijn, zeg je eigenlijk ook? Je kan natuurlijk ook zeggen, er is van alles aan de hand in de maatschappij. Ja. En daar kunnen we in het onderwijs vast ook wat mee. Daar kunnen we echt wel wat mee. Ja. Maar niet alleen daar. Niet alleen daar. En Jan, hoe kijk jij daarnaar, naar burgerschap? Zou je eens kunnen proberen, daar zou ik heel lang over kunnen praten, maar even een soort schets te maken van hoe dat thema eigenlijk op ons af is gekomen en wat de aanleiding was om hiermee aan de gang te gaan? Nou, het is niet per se een directe aanleiding. Kijk, burgerschap is altijd wel een thema voor het onderwijs. Wij zijn ervoor om te socialiseren, onder andere. Dat is even een term die daarbij hoort. Het onderwijs in brede zin heeft altijd al de opdracht gehad om mensen voor te bereiden op een plek in de maatschappij. En beroepsonderwijs specifiek voor een werkend leven in de maatschappij. Daar is altijd wel een beetje strijd tussen. Bij beroepsopleidingen moet dat nou een vak zijn wat je moet leren. Leren lassen, verplegen, banketbakken. Ja. En hoort daar algemene vaardigheden ook bij. Zoals taal, rekenen, Engels. Maar ook burgerschap. Ja. En dat is altijd een beetje spannend, waar nou de accenten moeten liggen. Er is wel een tijd geweest dat de accent erg lag op je moet een vak leren en de rest is een bijzaak. Of hebben ze op het VMBO al geleerd. Nou, dat is een jaar of 15, 20 geleden wel gekanteld, dat wel weer moest en dus meer aandacht kreeg. En dat is best lastig. Er zijn geen opleidingen voor docentenburgerschap. De scholen vinden steeds het vakopleiding nog steeds het belangrijkste. Daar zijn we ook voor. Maar we zien steeds maatschappelijke geluiden ook, vaak op basis van incidenten. Dat ook het opleiden voor een plek in de maatschappij steeds belangrijker wordt en belangrijker wordt gevonden. Ja. En terecht. En dus komt er meer aandacht en dus wordt ook duidelijk gesignaleerd dat het niet altijd even goed gaat nog. Democratisering neemt af, bijvoorbeeld. Dat zijn echt wel vaak internet gestuurde of onderzoeksgestuurde data die leiden tot de vraag, kan er niet wat meer? Ja, dus we zien eigenlijk dat burgerschap een belangrijk onderdeel zou moeten zijn van ons schoolsysteem, hè? Ja. Om die participatie eigenlijk te versterken. Want daar is wel een soort aanleiding voor te benoemen. Ja. Ja, en je zei ook wel zo interessant, vroeger was die redenering wat anders. En je ziet het dus ook in ontwikkeling in zekere zin. Het golft. Ja, het golft. Ja. Ja, ja.
Jeroen, hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe zie jij dat? Nou, ik neem volledig aan wat Jan zegt. Ik zie mezelf als een nieuwkomer in het onderwijs. En ik vind het heel erg voor de hand liggend. Ik denk ook dat het klopt. Ik werk dan op een school, Free Support, met een hele heldere visie wat burgerschapsonderwijs inhoudt. En ook wat digitaal burgerschap dan daaraan toevoegt. Maar ook wij voeren de discussie van, is dat dan, staat het op zichzelf? Moet het helemaal verweven worden met de andere dimensies? Niet alle burgerschapsdocenten zijn er ook even enthousiast over. Dus je kunt dan die visie hebben, wat heel fijn is. Maar nog steeds inderdaad wel af en toe een beetje die struggle van, oké, wat is nou de beste manier om het te doen? Maar we voeren niet meer de discussie over nut en noodzaak. Nee. En ja, iets als politiek of verkiezingen, ja, dat zijn natuurlijk uitstekende aanknopingspunten om iets op de agenda te zetten. Hè? En ook dan de digitaliseringscomponent. Bij Free Support hebben we gemerkt dat we af en toe een project deden met de Data Detox Kit. Een manier om je eigen digitale weerbaarheid te verbeteren. Wacht even, even uitleggen. De Data Detox Kit. Een methode om je digitale gezondheid, je digitale privacy, je digitale veiligheid en kennis rondom desinformatie naar een hoger plan te krijgen. Heel mooi op zichzelf staand. Maar wat ik samen met Renssen Tjulke, voorheen Free Support, heb uitgewerkt van hoe zouden we dit nou specifiek rondom de verkiezingen kunnen inzetten. En dan echt gericht op de burgerschapsdocent. Wij verwachten niet van jullie dat jullie alle ins en outs weten over wat er in die kit staat. Dat hoeft ook niet, want die spreekt voor zichzelf. Maar we gaan jullie wel vragen om samen met ons die koppeling met verkiezingen te maken. En dan met studenten vervolgens de vragen te beantwoorden van welke rol speelt het verzamelen van data? Welke rol speelt persoonlijke privacy? Dat soort onderwerpen om die in het kader van verkiezingen, lees burgerschap, een plek te geven. Ja. En dat is wel een van de haakjes die we nu proberen te zoeken van misschien is dat een manier om stapsgewijs, en we willen natuurlijk heel snel het liefst, en gelijk in alle dimensies digitalisering helemaal verweven. Ja. En misschien willen we wel het liefst een methode met het antwoord op alles. Nou, het onderwerp dicteert al dat niet kan, hè, want we weten niet wat er morgen gaat gebeuren. Ga je heel snel. Je zegt dat het onderwerp dicteert dat niet kan. Dus we zouden geen methode ervoor kunnen inkopen. Dat zou ook wel rust geven als onderwijsmanager. Je zegt het is eigenlijk veel meer dan dat. Ja, en kijk, docenten het mbo, die burgerschap geven, die zijn van deel opgeleid, maatschappijleer, geschiedenis, en een groter deel niet. Er zijn teams, mensen uit teams, docenten die hier affiniteit mee hebben, die het gesprek goed aan kunnen gaan met studenten. En ook een deel die het ook lastig vindt. En er zijn best wel veel onderwijsteams die kiezen voor het inkopen van de methode. Je koopt een boek en je hebt een jaar lang een uur in de week onderwijs en vandaag bladzijde 26. Dat is jammer, want dan laat je de creativiteit diepende of het verrijkende wat mogelijk is, laat je dan los door die methode straks te volgen. We hopen ook de komende jaren te werken aan de professionaliseren van docenten op allerlei niveaus, zeker op digitalisering, waarbij ze het verrijkende deel, verdiepend, verbredend, op basis van actualiteit, op basis van toolkits die er zijn, zoals ze ook geschreven, het onderwijs beter kunnen maken. Ja. Methoden zijn vaak handig voor de mensen die het nog lastig vinden. Ja. Maar eigenlijk zeg jij, het vraagt ook dus eigenlijk kalibreren, ontwerpen, professionaliseren in je school om over je eigen over dat ene vak van burgerschap heen te gaan kijken en het te verbreden en groter te maken. Dat vraagt ook al wat, denk ik. Ja, precies. En eigenlijk wil ik het nog groter maken. Want de burgerschapsonderwijs kan je in een vak stoppen, maar nog veel mooier is als dat een onderdeel is van je hele programma. Het vak waar een student mee bezig is, om daarin ook te zien hoe de wereld verweven is in de digitale wereld. Dus maar dat maakt het nog veel ingewikkelder. Ja. Het is natuurlijk veel makkelijker om te zeggen, we hebben in ieder geval een vak waar het in zit, zodat het aandacht krijgt. We onderscheiden eigenlijk dat we hebben een opdracht als hele school, een burgeropdracht, en een stuk daarvan kan je actualiseren in de les, in het vak. Ja. Ja. En bij zo'n opdracht betekent dat iedereen ervan mee moet. Elke docent in zijn les, actualiteit, wat hij maar doet. Als iemand een opmerking maakt in zijn klas die bijvoorbeeld racistisch is,
Dan kan je de docent niet wegkijken en denken, nou ja, dat moet ik dat volgende lesuurtje bij docent burgerschap maar gaan bespreken. Ja. Dan moet je gelijk wat mee kunnen. Dus die opdracht is breed voor iedereen. Dat maakt hem ook complex. Elke docent zo'n gesprek aan zou moeten kunnen gaan. Ja, je komt een beetje op een klassieke veranderspanning, moet ik aan denken. Omvang versus diepgang. Hè? Dus groot kan nooit diep zijn, diep kan nooit groot zijn. Als je iedereen door de wasstraat wil halen, ja, dan heb je vaak een oppervlakkige verandering. Dit diepgaand vraagt echt ook een bijna op identiteitsniveau nadenken over, hey, wat betekent het voor mij als docent? En dat vraagt ook al tijd. En dus dat kan niet in een hele korte periode. Hoe ga je ervoor aan de lat staan? Want dat is best wel een opgave. Ja, precies. Hè. Met onze werkgroep hebben we die opgave onszelf wel toegekend. En dat is inderdaad ingewikkeld. Maar dat kan wel door zowel bij besturen over visievorming, op visievorming aan te dringen. Ja. En tegelijkertijd ook docenten die hier al enthousiast over zijn, of teams die hier iets mee willen, ook te faciliteren met voorbeelden van hoe het bij andere scholen gaat. En er zijn best wel mooie voorbeelden. Bijvoorbeeld van Noorderpoort College, die daar echt een hele eigen leergang voor heeft gemaakt. Die heeft gezegd, we hebben 10 weken lessen over digitaal burgerschap. En dat gaan bijna alle studenten doen op onze school. Maar ook scholen die dat veel meer integreren. Free Support heeft gezegd, we hebben digitaal burgerschap ook echt toegevoegd. Ik heb net hier bij het EduLab een heel mooi product gezien, waarin er een menukaart is voor digitaal burgerschap voor docenten. Zodat je zelf met je team of als enthousiaste docent daarmee aan de slag kan. Dus we hebben in ieder geval wel al er is een mogelijkheid voor docenten om en teams om ermee aan de slag te gaan. Maar het vraagt ook zeker wat van onze besturen. En je zegt het heel mooi, dringen aan op visievorming. Ja. Ik zeg, ja, daar moet een soort redenering ten grondslag aan liggen. Een visie moet gekoppeld zijn aan je missie, je kernwaarden en je doorvertaling naar uiteindelijk je onderwijs in de klas. Ja, het mooie is dat de besturen eigenlijk zelf gezegd hebben dat ze dat ook willen doen, hè? Ja. in de laatste afspraken. Voor burgerschap. Ja. Daarbij is digitaliseerd niet specifiek benoemd. Dat maakt ook wat lastig dat digitalisering, digitaal burgerschap, nergens staat dat dat moet, als woord niet. Wel een kans is dat de komende tijd wordt gewerkt door het ministerie een nieuwe wetgeving, onder andere een nieuwe definiëring van de richtlijnen van burgerschap in leerdoelen. En dat we zeker meekijken of daar het digitale deel een plek kan krijgen, waar dat nu niet zo is. Kan je nog eens even voor mij schetsen hoe die twee thema's bij elkaar komen? Je zou kunnen zeggen, we houden alleen op burgerschap. Maar blijkbaar willen we dat digitalisering heel duidelijk aan elkaar schroeien in zekere zin. Nee, dat kan niet anders. Nee? Want burgerschap in brede zin heeft 4 thema's in zich. Dat hebben we 4 dimensies genoemd. Even kort. Eén gaat over omgaan met geld. De financiële dimensie. Hoe ga je om met je inkomsten? Wat is een CAO? Met je belasting? En we weten dat maar 1/4 van de mbo-jongeren een toelage aanvraagt bij de studiefinanciering, waar ze wel recht op hebben. Dus dat is echt wel iets te vertellen. Eentje gaat over omgaan met democratie, met medezeggenschap. Eentje gaat over omgaan met andere culturen, andere geloven, sociale dimensie. Eentje gaat over je gezondheid, vitale dimensie. En al die thema's zit iets digitaals in. Dus en jongeren, of die wij opleiden, doen niet anders dan in de digitale wereld zijn, fysiek, waar ze ook maar zijn. En hulpmiddelen daarvoor gebruiken. Dus al die thema's hebben een component in zich die iets digitaliseert. Of het nou het gebruik van je smartwatches over je slaapritme, of het gebruik van je telefoon voor het doen van je belastingaangifte, of iets opzoeken over wat is nou een suikerfeest op mijn telefoon. Al die thema's hebben iets digitaals in zich, waarbij ze die fysieke en digitale wereld met elkaar verweven op al die burgerschapsthema's. Dus het is niet gescheiden, het is hetzelfde. Je zegt, het is inherent, we leven in een wereld van digitalisering. En dus is het logisch dat we die twee thema's bij elkaar brengen. Want op die 4 thema's die je net noemde, zie je eigenlijk het allemaal terugkomen. Ja, bijvoorbeeld uit de losse pols, maar dat zijn echt voorbeelden waarbij dat niet anders kan dat dat verweven is. In de voorbeelden die je nu schetst, daar komt het, maar het zijn vooral, daar is digitaal een middel, hè, wat je gebruikt in die thema's. Maar in de vorige 2 podcasts is het ook een thema op zichzelf. Hè. Zo kwam het op mij over, ook de dilemma's die daar weer uit naar voren komen. Ja. Wordt er ook zo naar gekeken in het beleid rondom burgerschap, omdat... Nee, zeker, want ik heb daar wat gaat over omgaan met digitaal pestgedrag bijvoorbeeld. Ja, precies. Dat zeg je wel, dat zeg je niet. Hoe ga je om met je geschiedenis en weet je wat er met jouw gegevens gebeurt als je als online basis aanmeldt. Dat hoort er zeker bij. Ja, oké. Okay. Nou, misschien als voorbeeld daarvan, bij Free Support hebben we vorige week een hackathon georganiseerd. Een zorghackathon met studenten uit de zorg en studenten ICT. Die samen teams vormen, in totaal een groep van 45 studenten, met een vraag vanuit het veld. Dus een zorgcoöperatie die een aantal
innovaties al had uitgewerkt. Dus de hackathon ging niet over het bedenken van innovaties, maar juist over de vragen die horen bij die innovaties. En daarvoor werd het Digitaal Moreel Kompas gebruikt. Dus bijvoorbeeld een van de innovaties ging over dat je op afstand kunt kijken of iemand incontinent is. Dus een luier met sensoren, om maar even plat te zeggen. Ja. Nou, dat kan technisch allemaal. Dat levert voor de zorgverlener efficiëntiewinst op. Maar wat betekent dat nou voor de zorgbehoevende? Mm-hmm. En het mooie was dat de zorgstudenten en de ICT-studenten begonnen met elkaar te bevragen van wat zijn nou eigenlijk die implicaties? En wat vinden we hier eigenlijk van? He, als component van die hackathon waarbij ze werden uitgedaagd om juist die dienstverlening te verbeteren. En dan is misschien het gevoel dat een hackathon eerst oproept van het gaat over ICT-innovaties en we gaan programmeren en hacken en maken en bouwen en noem maar op. Nou, dat was nu niet de hoofdcomponent, maar juist die morele en ethische vragen die horen bij die digitale component van het zorgberoep. Ja. En je merkt dat er dan aan de ene kant een dynamiek ontstaat die voor die studenten heel erg interessant is. Allerlei aannames gaan ook van tafel. Hey, wat gaat er gebeuren wanneer ICT-studenten gaan praten over in poepluiers? En daar werd op een uiterst respectvolle manier over met elkaar gepraat. Ja. En de jongens en meisjes werkten goed met elkaar samen. En dat leidde tot het resultaat dat de opdrachtgever eigenlijk, ja, ik denk flabbergasted was over wat er eigenlijk gebeurde in dat klaslokaal en dat zij ook nog eens hele goede adviezen mee kreeg. En dan durf ik te zeggen dat zo'n hackathon gewoon burgerschapsonderwijs is. Ja. Terwijl het misschien op papier veel eerder gewoon iets is dat hangt aan de technische opleidingen. Ja, dus ben je eigenlijk al aan burgerschap aan het werken? Ja. Ben je dat samenwerken, ja. Nadenken over morele kwesties? Al die elementen zitten erin. Ja. Ander punt om nog even te verkennen dan. Ik spreek ook wel studenten die totaal niet bezig zijn met hun privacy, democratisering. En dan zitten wij hier, in dit geval zitten allemaal heren op leeftijd, na te denken over hoe we dat als het ware bij die kinderen en bij die jongeren tussen de oren willen krijgen. Moeten we het niet gewoon loslaten en denken, nou, we leiden gewoon op voor een beroep. Dat is goed genoeg. En al die andere, ze vinden vanzelf alweer een weg. Zijn we niet eigenlijk stiekem ons eigen normatieve kader aan de jongeren aan het opleggen? Ik denk dat je zelfs over dat kader met de studenten in gesprek kan gaan. Dus voordat je er allerlei aannames instopt, ik denk dat we daar een stapje voor kunnen zijn om, ja. Om ze als gewoon gelijkwaardige partners te zien in een gesprek. En dat is wel mogelijk om tot elkaar te komen, zonder dat je daar... Maar we zien ze dan natuurlijk niet echt als gelijkwaardige partner als wij zeggen, nou, wij hebben een set van waarden en criteria en wij vinden dat jullie dat ook... Moeten jullie lessen. Ik vergroot het een beetje uit, even om te kijken hoe jullie daarnaar kijken. Of zeg je van, nou, is toch wel belangrijk. Ja, dat is een dilemma wat je op school ziet. Hè? Ja. Ik zit zelf in de praktijk een paar dagen in de week. En daar zie ik collega's die zeggen van, hey, je moet gewoon zeggen wat ze moeten doen. En dat is denk ik voor een deel van onze collega's het uitgangspunt. Maar ik zie dat zelf toch wel meer dat we echt wat gesprek kunnen aangaan. Omdat ze wel van alles zien, maar misschien op een iets andere manier als wij dat als wat oudere mensen zien. Dus eigenlijk zeg jij, dialoog, verdieping, uitwisseling van elkaars leefwereld blijft belangrijk. Nou, sterker nog, hij is ook toegevoegd aan de teksten voor burgerschap, kritisch denken. Incident wat erbij hoort was de aanslag in Parijs. Toen ging ze in de Tweede Kamer zeggen, we moeten maar lessen antiradicalisering invoeren op het mbo, want dan krijgen we minder mensen die naar IS gaan. En weet ik veel. Nou, dat kwam allemaal niet zomaar, dat toch redeneert van dan gaan we toevoegen aan burgerschap, kritisch denken. Ja. Nou, met echt met als idee dat wij als docent allemaal nadrukkelijker de kritische vaardigheden meegeven aan studenten. Niet dus zeggen hoe het moet, maar wel zoals ze zelf leren nadenken over de keuzes die ze maken. Ja. Ja, en dan bij wijze van spreken de vergelijking tussen wat vind je van de sleepwet een paar jaar geleden. Sleepwet, moet je even helpen? Waarbij de overheid iedereen mag afluisteren, of een tamper mag zetten en alles mag volgen wat er gebeurt. Waar veel mensen best tegen zijn. Ja. Maar tegelijkertijd alle data openzetten voor Google en Facebook enzovoort. En alles daar zelf wel vrijgeven. En ga er maar eens over in gesprek. Ja. Wat mag de overheid wel? En waar ben je eigenlijk tegen? En waar doe je zelf net zo hard bij een commerciële partij wel? Want dat gesprek is interessant. Dat is interessant. Dus we hebben kritisch denken vastgelegd in de wet. En wat zou dan kritisch denken zijn?
Wat is dat dan? Dat is toch wel een, ja, goed. We zijn natuurlijk al hele dikke filosofieboeken over geschreven. Maar toch kunnen we dat eens proberen af te pellen? Volgens mij is er niks mis met het bepalen van wat bepaalde normen en waarden zijn. Ik denk dat dat ook bepaalt naar welke school je gaat, voor een deel. En dat je op basis daarvan met elkaar, en daar zou je zo'n moreel kompas voor kunnen gebruiken, maar dat hoeft niet. Maar met elkaar inderdaad gewoon het gesprek aan te gaan, onder andere aan de hand van de actualiteit. Ja. Wanneer een student zegt van ja, maar ik stem niet, want het heeft toch geen zin. Dat kun je laten gaan en het kwalificeren als van, dat is je eigen keus. En wie ben ik als docent of begeleider om daar iets van te vinden. Aan de andere kant zien we ook in de wereld dat democratie een heel groot goed is. Volgens mij zien jongeren ook dat je daarvoor kan vechten. Letterlijk en figuurlijk. Ja. En dan de vertaalslag te maken naar nog steeds ons rijke leventje in Nederland voor jongens. Ook hier hoef je niet alles als vanzelfsprekend te beschouwen. Hm. En je hebt een stem, dus maak daar gebruik van. Maar zie ook dat jouw stem gebruikt kan worden. Zeker door verzamelen van data, noem maar op. Om jou misschien te leiden op manieren die je helemaal niet... Dus dat gaat over oordeelsvermogen. Dus leren, dus actualiteit van buiten naar binnen halen. Kunnen snappen. En tegelijkertijd zo'n complexe wereld te hebben. Ja. Waarvan een deel gewoon niet zichtbaar is. En dat is voornamelijk dat digitale deel. Dat het volgens mij heel belangrijk is dat je wel probeert om daar inzicht in te geven. En dat kan je doen door heel normatief te zeggen van zo zit de wereld in elkaar en dit moet je doen om het goede te doen. Nou, volgens mij zijn wij het al eens dat niet de manier is. Maar ik vind wel dat je moet proberen om dat tipje van de sluier op te lichten. Om in ieder geval studenten in staat te stellen om een keuze te maken. Ja. Ik kan me niet voorstellen hoe je het daar niet mee eens zou kunnen zijn. En met digitaal moreel kompas ga je ook dat gesprek aan met die studenten. Ja. Maar hoe kijken jullie dan? Want dat zit nu wel in mijn hoofd. Een groot deel van de populatie in het mbo volgt ook via leren en werken. Hè? Dus die doet die BBL-route. En de dingen die jullie nu aanhalen, dat zie ik voor me dat het hele week door als je ook met elkaar in contact bent. Maar die zijn de één dag in de week. Ja. Zeggen we hiermee dan ook dat dan werkgevers die ook een deel van die opleiding verzorgen ook een rol hebben in dat digitaal moreel kompas op die vier dagen dat ze daar zijn? Ja, daar ging de vorige podcast ging daar voor een deel over. En volgens mij ontstond daar ook wel zoiets van ja, hier hebben we natuurlijk werkgevers ook een rol in. Maar is het is wel lastig hè? Als je een kleine MKB-bedrijf bent, heb je daar gewoon minder tijd voor, misschien minder aandacht voor de grote bedrijven. Dus daar is werk aan de winkel. Ja. Ja. Okay, ja, ik vind het ook spannend. Dat is wel een interessant punt. Ja. Wat betekent dat voor organisaties? Hebben jullie daar ook werk in te doen? Mm-hmm. Het kan best in kleine dingen zitten. Want je vraagt aan studenten niet om kritisch te zijn ergens op, maar om vooral kritisch te kijken naar onderwerpen. En daar kan je als school best wel een beetje in sturen. Ook al zijn ze maar beperkt op school aanwezig. Maar er zijn ook opdrachten te doen op het bedrijf. Dus in die zin kun je als school wel een beetje invloed uitoefenen van wat er uiteindelijk besproken wordt op die andere vier dagen. Ja. Ja. Dus ik denk dat wij meer dan we beseffen best wel af en toe even prikjes kunnen uitdelen om de goede richting in te sturen. Ja. Of ja, wat wij dan de goede richting vinden. Ja, maar want ik vind eigenlijk dat daar een hele interessante spanning zit, ook bij het begrip kritisch denken. Ja. Er zit ook iets in van, ik vind dat jij niet kritisch denkt. En ik ga je nu helpen om wel kritisch te denken. Ik zeg niet dat jullie dat zeggen, maar daar zit je kan ook zeggen, ja, die student die heeft wel degelijk kritisch nagedacht en die komt tot de conclusie dat democratie onzin is. En daar heeft hij misschien ook wel een punt als je kijkt naar landelijke... Als je dat kan beredeneren. Dan kan je best wel beredeneren. Ja, ik zou het ook niet zo kunnen beredeneren. En dan is eigenlijk het spannende wat jullie zeggen. Je zou eigenlijk dat soort spannende gesprekken moeten voeren met elkaar in een open domein. Want dat is eigenlijk een functie van een democratie of een vrije samenleving. Dat je het dus oneens met elkaar kan zijn. Ja. En dat je oordeelsvermogen aanscherpt. Dat je kan denken, oh god, Jan heeft eigenlijk ook wel een punt. Ja. Nu hij dat zo zegt, sta ik er een beetje anders in. Nou, we hebben voor kritisch denken en hebben we ook een handleiding gemaakt. Er zijn drie stapjes in die we uitvergroten. Dat noemen we afgekort een beetje een bar.
Eén is bewustwording van je eigen denkkader, zeg maar. Ja. De A is de ander. Bewustwording van hoe die ander denkt. Ja. En de R is te reflecteren op die twee gedachtegangen. Die proberen bij elkaar te brengen. Heel simpel. Als je dat maar continu kan blijven doen. Ja. Bewustzijn van je eigen, van de ander. En dat bij elkaar wil brengen. Ja, dan ben je iets aan het denken. Ja. En hoe kan digitalisering kan daar een voertuig in zijn, in zekere zin? Het kan helpen. Hè? Je kan via de Clubhouse-app met elkaar in gesprek zijn tegenwoordig. Je kan via WhatsApp-groepjes uitwisselen. Ja. Dus dat is als middel, maar je kan het. Het heeft ook weer consequenties op burgerschap in zekere zin. Fake news, socialisatie. Cambridge Analytics. Sorry? Cambridge Analytics. Cambridge Analytics, moet je even uitleggen, wat was dat ook alweer? De Trump-verkiezingen, die heeft alle Facebook-analyses gemaakt, alle data gelekt. Precies, je wordt beïnvloed door dit soort grote partijen, onbewust. Daar heb je heel op maat reclame gekregen die jou stuurde. Ja. Interessant dan voor de geïnteresseerden, de documentaire film Brexit, hoe die helemaal gemanipuleerd is door een marketingcampagne met exact dezelfde technieken, waardoor Engeland toch gekozen heeft voor UK. Maar dat vraagt dus ook wel kennis, overdragen van dit soort bronnen, hierover in gesprek, gaat dit laten zien, hè? Daar heb je mooie middelen voor. Ja. Vorig jaar hebben we een project gedaan met de studenten van FreeSupport, genaamd What the Future Wants. Dat is nu tot een tentoonstelling geworden, die beschikbaar is voor scholen en andere publieke instellingen. Maar de essentie van dat project is dat er door heel Europa gesprekken zijn gevoerd met jongeren over hoe zij aankijken tegen digitalisering, met een aantal voorbeelden. Zoveel filmpjes, gesprekstechnieken, noem maar op. Maar afsluitend met een belofte die zij moeten doen aan de volgende generatie. Vanuit de gedachte van jongens, jullie zijn AZ om de komende 10, 20 jaar. Ja. Ook in dat speelveld rondom digitalisering een rol te spelen. Hè? Jullie zijn straks de ontwikkelaars en de burgers die hier een... En er kwamen echt prachtige dingen uit, sowieso. Noem eens een voorbeeld dan. Dat een groot deel van de studenten zei dat ze desinformatie heel gevaarlijk vinden. Ja. Ja. En ook dat hun kijk op hoe de wereld in elkaar zit vaak veel dichterbij is dan dat wij denken. Dus dat een jongen van een student van 17 zegt, ja, maar mijn zusje van 14, die heeft echt niet door hoe die wereld in elkaar zit. Die trapt echt overal in, hè, bij wijze van spreken. Dus dat voor hun blijkbaar een generatieverschil, een paar jaar is, waar dat voor ons veel groter is. En dat ze daar een rol in zouden willen spelen. Dus dat ze zouden willen helpen of willen onderwijzen. Of in ieder geval als ze daartoe in staat zouden zijn, de systemen zouden willen aanpassen. Dus een idee van software moet publiek zijn of open source. Wat wij totaal niet zouden denken dat ze daarmee zouden komen. Eerstejaars student ICT, hartstikke normaal. Die jongens die denken daarover na. Zo zit hun wereld in elkaar. Dus dat zijn super progressieve gedachten eigenlijk. Die je denk ik juist gewoon een plekje moet geven binnen je school. Van laat ze maar aan de gang gaan. Laat ze maar. Ja, je zou kunnen zeggen dat soort initiatieven en ideeën kunnen formuleren, helpen je ook om verantwoordelijkheid te nemen. Je wil ook een gevoel van eigen gevoel hebben dat je iets kunt veranderen, dat je van betekenis kunt zijn. Ja, maar de essentie van die workshops was het gesprek. Ja, ja. Dus we hebben gewoon 4 uur met elkaar aan tafel gezeten. Onderbroken door filmpjes over hoe werkt het algoritme van TikTok. Wat is AI en dat soort, afgewisseld met, gaat hier over hebben. Ja, wat ik mooi vind, we hebben dat gesprek, dat blijft belangrijk, hè? Die dialoog, maar ook wel informatie en bronnen aandragen ook. Hè? Die documentaire die je zo noemt, laten zien van dit zijn consequenties, dit komt er op ons af. Dit zijn ook wel de feiten, hè? Ja. Hoewel je kan zeggen, ja, elke feit is tegenwoordig een mening. Nou ja, ik zou toch sommige dingen zeggen, ja. Ja. Maar ook daar het gesprek over. Daar weer het gesprek over gaan. Ja, ja. Ja. Zo doorlopen we nog wel een aantal rondjes. Dan wordt onze het beroepsonderwijs wordt ook een ontmoetingsruimte, een plek voor dialoog en verdieping. Dat is het natuurlijk al. Bij beeldschap doen we dat, maar dat doen we ook bij het vak. Daar gaat het juist over dat gesprek ook met elkaar. Ja. Wat je leert in je stage en hoe je dat voor elkaar kan gebruiken. Ja. Ja. Digitalisering is daar, wat ik net al zei, om is dat is mooi. Dus dan hebben we eigenlijk het in deze podcast die luik. De beroepsopleiding als kennisinstituut, waar werken en leren, waar je werkend leert en lerend werkt, waar de docent professionaliseert, waar de student mee professionaliseert, waar het werkveld meedoet en een ontmoetingsplek, een dialoog waar je elkaar scherp kunt bevragen, waar je informatiebronnen kunt delen en kunt reflecteren op wat het is om een goede burger te zijn.
is een beetje gevaarlijk punt, maar dat is eigenlijk wel waar we terug moeten werken. Ja. Ja. Super interessant om met jullie hierover in gesprek te gaan. Ik denk dat het laatste nog niet over is gezegd, eerlijk gezegd. Is er nog een laatste gedachte even naar jullie? Iets wat je nog wilt delen of wat we nu misschien nog niet op tafel hebben gelegd? Ja, het gaat uiteindelijk om participeren. De studenten die kunnen elkaar op school veilig met elkaar uitproberen hoe die maatschappij straks in elkaar zit. Dat is onze missie, denk ik, als onderwijs. Mooi. Participatie. Andere gedachten? Sluit maar helemaal mee. Prachtig, dankjewel. Dan zou ik tot slot willen zeggen, voor meer informatie, achtergrond, linkjes, kijk dan even op de show notes via de podcast app. Je kan altijd ook even naar chipcast.nl gaan, daar staan ze ook. Ook door linkjes naar de partner met wie we deze podcast hebben gemaakt. Vergeet je niet te abonneren op de podcast of via YouTube, dat kan via het plusje. Dat vind ik altijd leuk. En als je de nieuwsbrief wil ontvangen, ga dan naar chipcast.nl/doe mee. En dan wil ik afsluiten met de woorden, geloof niet alles wat je denkt.